De sluiting van de Veenzenis in Veenhuizen komt net als een verrassing. Ook dit hier is het tot detineerden met 15% onnoemen. Wetroch hield het meer cellen vrijkomen. Bobbedat dat de criminelen, haar straf hield het meer in eigen regio uit zitten. En bij de drie Veenzenissen Esserheem, Norgerhaven en Groot Bankenbos... had Veenhuizen de volle celcapaciteit. Die laatste vestiging je derm nood dicht. Men wist dat het er ons ziet komen, he. want dat plan is natuurlijk vanuit 2000 Jong. We hebben treijen hier, spijt gewoon, dus dat maaien we net ook laaien. Maar mensen vinden het fantastisch om te werken. Uh, hebben de meesten werken al heel lang, 10 20 jaar, soms nog langer. En uh, ja, dan is het spietig om uh, dit unieke werk net meer op deze plak, te maaien. Nou, het, het was een heel vervelend gevoel. Ik, uh, ik, kwam, hier, uh, ja, ik kwam hier binnen en het was geliek. Uh, nou een, een heel ander gevoel. Ik denk, nou, dit is niet goed. Maar uh, ja, we gaan nog anderhalf ander jaar verder en dan uh, zullen we wel zien wat er uh, van komt. De sluiting van de is in Drenthe had gevolgen voor het hele noorden, dus ook van Friesland. Ik denk dat hier ongeveer 30 van de mensen uit Friesland komt. Dus uh, wat dat betreft heb Friesland er maar te maat zien. Maar er wel bij is dat we de leesters hier natuurlijk uh, uh, meer ervaring hebben met sluitingen, He, grenssteedgongen, uh, de is gongen. En dan wat oren plakken in, uh, in het noorden. En, uh, ja, dat betekent dat wij al uh, de oude honiërden al zo'n 100 detentieplakken kwietrekken binnen. En verjaardag 100 uh, baan. En daar komt dan komt er nog een keer 100 baan, iets 100 baan bij. Ja, wat een rotgevuul. Ja, absoluut. Ja, doet zeer. Net de directie van de penitentiaire inrichting Veenhuizen. kunnen dwongen ontslagen voorkomen worden. De Veenzen is in Esserheem en Norgerhaven, Bluwe Iepen.